Hola, het is al bijna 5 uur. Ik ben de hele dag voor de zaak bezig geweest, gewoon thuis. En nu ga ik mijn vriend even verrassen, dus ik moet wel een beetje gaan opschieten. Ik pas dat make-up op. Ik ga pasta voor hem maken, pasta carbonara van Jamie Oliver. Dat is dus niet met room, maar dus op de echte manier met pancetta, ei. En bedanken, zeg maar gewoon niet bedanken, niet dat het nodig is, maar ik vind hem gewoon zo fantastisch. En hij doet zoveel voor mij. En deze week ook, kom ik uit mijn werk, dan heeft hij elke keer eten voor me gemaakt. En hij is gewoon zo lief en zo'n steun in alles. En nu komt hij uit zijn werk. Was ik iets minder moe dan de vorige keer en dacht ik, nou, ik ga even lekker voor hem koken. Dus ik ga nu naar de winkel. Nee, ik ga eerst nog even 5 minuten opruimen, dan naar de winkel. Chop, chop, chop. Ik heb een beetje blote kleding aan. Het is nog niet heet, maar de hittegolf komt deze week tussen. Jongens, ik heb er zo geen zin in. Het is niet echt een mooie outfit, maar de supermarkt is dichtbij. Dus ik ga nu. Ik probeer dus om ervoor te zorgen dat hij laat thuis komt, maar hij snapt de hint niet. En ja, het is eigenlijk gewoon zin om snel naar huis te komen. Hij kan echt binnen 1 minuut thuis zijn. Mijn haar, jongens. Ik heb heel veel gekocht. Oké, tempo. Dode varkens, lekker. Wel biologische eieren, lekker dubbel. Nou ja, eieren is ook zielig. Dit is een beetje vrouwelijk allemaal wat ik heb gekocht eigenlijk, maar oké. Ik ga wel als hij binnenkomt vragen of hij meteen naar wil gaan douchen of zo. Zou ik nog wat langer de tijd hebben. Dit is echt niet te doen. Oké, hij ging gelukkig douchen. Het is alleen nu super mooi weer. Ik heb hier even dit, er moeten nog toastjes bij. Wijntje met wat gewoon kant-en-klare borrelhapjes en ik wil eigenlijk buiten zitten. Hier staat dan dit. Dan ga ik later koken met dit. En ik ga nog een cocktailtje maken met dit. Cocktail time. Oh, 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 één eiwit gebruikt voor 2 cocktails. Een beetje zoals bij een pornstar. Maar dit is dus Passoa met die melonade die ik had gekocht. Gewoon een zelfbedacht drankje. Lekker hoor. Ik denk niet dat hij blijft liggen, want mijn schuim is niet zo goed. Garlic. So first up, guys, grab the pasta by 2 hands, twist it into the water. Alright. Ik maak trouwens een dubbele portie, want vet is veel om het over te houden, denk ik. Volgens mij wordt het niet lekker. Kijk, al dat vet, dat gebruik je dus in plaats van roomsaus. Maar Hadi brengt dus net de eerste aardbei uit eigen tuin. Niet heel lekker. Vertrouw het niet helemaal. Ik ga het niet opeten. Oh, het ziet er niet heel blind uit, ik bedoel. Mama komt ons halen of zo. We zijn bijna bij mijn ouders. Ik heb het allemaal niet verteld, omdat ik alleen maar met de zaak bezig ben natuurlijk. Maar hun huis is dus verkocht al heel lang geleden. Maar ze zijn nu het is nu 1,5 week geleden opgeleverd, denk ik. En ze hebben in de tussentijd, terwijl een nieuw huis gebouwd wordt, in Weesp. Zij zijn dus van, waar gaan we heen? Weesp naar Baarn, naar Weesp, naar Baarn en nu weer naar Weesp. In de tussentijd wonen ze dus in een chaletpark voor 2 maanden. Super grappig. En daar gaan we nu dus langs. En dan gaan we daar even ergens wat eten. Weet je niet waar je heen moet? We weten niet waar we zijn. Hier is het. Oké, we zijn er. Mama ziet er helemaal blij uit. Volgens mij vindt ze dit leven helemaal heerlijk. Kijk, daar zijn ze. Net een jong meisje van 16. Is
zo grappig. Die is helemaal het geniet. Het ziet eruit alsof het 10 weken op vakantie is geweest. Wow, dit zijn ziekenhuizen. Dit is iemand die ja, het waait nu. Maar hi, Kip. Het is eigenlijk vandaag gebeurd. Kaboe. Is het net? Vakantiewoning hier. Hi, Kip. Is dit je nieuwe huis? Vakantiehuis, Kip. Kaboe. Oh my god, zo leuk. Is trouwens mijn outfit. Kijk wat mama had gevonden, vet grappig. Tijdens het opruimen. Een kaartje die ik voor oma's 60ste verjaardag blijkbaar heb gemaakt. Nou, dit was dan de uitnodiging voor oma's verjaardag. En dan had ik dus de voorpand gemaakt. Vet grappig. En mijn opa. Nou. Ik ga dus steeds vaker lekker leuk de deur uit. Goed, hè? Ik ben helemaal trots op mezelf. Gewoon lekker doen. Oké. Okay. Ik zal hem allemaal huren, maar hier heeft iemand nog gewoon een stuk eigen grond eigen. Lekker, hè? Een schuurtje er bijna. Maar dit is dus de achterkant van dit is echt wat je in sprookjes ziet, dat er dan zo'n kikker op zo'n blad zit. Weet je wel? Welk sprookje is dat ook weer? Ga ik even één dingetje vullen. Oh ja, jullie hebben alles al opgegeten. Ja, kan je deze nu pakken? Ja, natuurlijk. Maar dit prikt toch? Nou ja, je moet het ramenblad nooit doen, maar als jij ze pakt, dan moet je een raam krijgen. Er waren wel mooie hoor. Wow. Oh, had ik maar een zakje meegenomen. Leuke wassen. Ja, ze hadden wel. Iemand een zakje? Toch? Wie heeft een zakje? Kijk hoe mooi ze hier ook zijn. Want vaak helemaal boven, maar ook juist helemaal onder. Daar zijn de mooiste. Lekker. Heerlijk. Twee bakken. Lekker joh. Je bent meteen helemaal in de natuur hier. Heerlijk voor mijn ouders dit. Helemaal genieten. Lekker. Maakt niet uit wat voor huis je zit. Als je maar geniet. Een beetje links omhoog, zie je dat? Hey, ja. Dikke. Maar soms zit er ook een mier in. Ja. Oh, hier heb ik een hele... Ja, dan moet je wel echt de prikkels opzij duwen. Eeuw, een poepvlieg. Doe me denken aan vroeger met oma. Oh ja, we mogen niet te lang van papa. Ja, ik wil het zelf plukken. Niet zieken mijn bramen opeten, hè? Ik heb je wel door. Als ik ze vast hou, eet ik ze ook op. Jij ja, niet met wassen? Ja. Ze hebben allemaal vlekken. Ze hebben allemaal vlekken in hun kleding gemaakt. Oh, oh, oh. Toplek dit, toch? Ja, wauw. Maar ik neem weer dezelfde salade, want die was top. En ik neem zo, ze hebben veel. Er is ook een karaf water en misschien daarna dan. Scorpino is zo lekker. Oh, heerlijk. Hij vroeg zo. Yummy. Een kleine burrata. Het ziet er goed uit, hoor. Oh, lekker. Dankjewel. Mag je wat meegeven? Zie ik lekker. En zodra het kan. Lekker die kurtje. Want je kunt helemaal langs het water, maar dat is gewoon heel smal. Ja. Oh, die ruikt wel lekker. Lupo. Kus. Kus. Oh, een echte. Nee. Leuk jongens, echt leuk. Oh, best koud nu. Wow, mooie afterson. We hebben de kidsplanken natuurlijk van de kaart gehad, maar we hebben nu op request wel eventjes een soort van kidsplanken gemaakt voor 3 meiden. En een van hen viert vandaag de verjaardag, dus ik krijg sowieso nog lekker een gebakje. Gaat dit goed? Hallo, ik heb volgens mij letterlijk niet gefilmd deze week. Niets. Ik dacht ook, ik loop toch heel erg ver achter. Als ik even 1 weekje niet film, dan is dat niet zo erg. Maar ik had ook eventjes... Ja, het is gewoon zo druk met de zaak. Allemaal een beetje eentonig. Maar ik probeer dus wel op mijn vrijdagen echt veel te vloggen. Dus ik denk dat het wel leuk is dat het gewoon...
de balans een beetje goed is, weet je wel. Ik hoef niet elke dag te filmen in een zaak, maar niks filmen is ook wel heel weinig. In ieder geval even een updateje. We hebben deze week vrijdag, zaterdag, zondag een tropenrooster gedaan. Omdat het zo heet is. Nou ja, het is nu zoveel augustus. Ik weet de datum niet eens. Bloedheet. Helemaal gek, word je. Het is in onze keuken denk ik echt 40 graden. Die staat voor een vaatwasser waar ik de planken maak. Dus met mijn benen tegen de vaatwasser die 62 graden is. Met lampjes in, de afzuigkap die super heet zijn. De frituurpan, alle koelingen. Het is zo warm, we hebben geen airco. Dus we hebben besloten om dan 3 dagen om 3 uur te starten. Dan heb je gewoon net... Ja, in feite is het natuurlijk 12 tot 3 het heetst van de dag. Dat is niet echt de reden, maar meer dat je gewoon net even 2 uurtjes korter hebt. Want je bent kapot aan het eind van zo'n dag. Maar wel een hele gezellige, echt hele gezellige werkweek gehad. Superleuk. En een goede week ook. En Ricardo uit Engeland, die is er. Dat is een vriend van Heel en van Mel en van hun vriendengroep, zeg maar. Die woont nu in Engeland. En die was er gezellig, dus die waren gisteren vanaf 4 uur bij ons. En gingen uiteindelijk om 1 uur weg. Het ging nog bij ons thuis en hij heeft nog bij ons geslapen. Dus ik heb gelukkig niet zoveel gedronken, maar ik heb wel gewoon een korte nacht gehad. Maar het was wel echt onwijs gezellig en dan komt het wel even mooi uit dat we vandaag pas om 3 uur open gaan. Het is wel nog een zooitje, want we hebben natuurlijk met die hele vriendengroep nog lekker biertjes en alles lopen drinken. Dus dat staat allemaal nog in de zaak en ik ben er echt pas om 3:50. Een beetje te laat eigenlijk, maar ik vond het ook wel gezellig om even met z'n drietjes net nog even te ontbijten en lekker uitslapen. Dus nou ja, een beetje laat, maar goed. Komt wel goed. Ik ben heel benieuwd hoe druk het is. Ik zou zelf naar het strand gaan op deze zondag, als ik vrij was. Ik vermoed dat niet heel veel mensen naar het terras gaan, maar ik weet het niet. Geen idee. Dinsdag ga ik eindelijk Lotte weer zien. Ze is jarig en ik kan naar de verjaardag. Dus ik ga met Heel naar haar toe. Ik weet niet of ik kan zeggen hoe en wat waar. Ja, in ieder geval bij haar vriend. Dat kan ik wel zeggen, want dat is al bekend dat ze een vriend heeft. Dus die heb ik ook nog niet eerder gezien. Wel heel veel verhalen over gehoord natuurlijk. En Lotte is nog niet bij mij in de zaak geweest. We zijn allebei heel druk. Maar ik ben de laatste keer dat ik bij haar was, was dat ik haar ging helpen met de kast in elkaar zetten. Wat ik helemaal heb gevlogd, maar nooit meer heb geüpload omdat het te erg achterliep. Daarna heb ik haar gezien bij de opening hier, maar verder niet. Dus ik vind het wel heel leuk dat ik naar de verjaardag toe kan. En morgen ga ik even lekker, weer een lekker dagje voor mezelf. Gewoon lekker editen. Eventjes dingetjes kopen die ik nodig heb of zo. Gewoon chillen. Heerlijk. Wat ik vorige week eigenlijk ook deed, ging natuurlijk uiteindelijk voor mijn vriend dat diner maken. Ja, jeetje, de tijd gaat zo snel. De tijd gaat echt heel snel. Maar ik moet zeggen, sinds ik hier in deze zaak werk, gaat de tijd nog sneller. Want je moet 5 dagen best wel hard werken, maar zo voelt het totaal niet. De dag vliegt voorbij. Echt waar. Met die hitte had ik wel een paar keer iets van, is de dag al voorbij? Maar gisteren ging het weer zo snel, de dag ervoor ging het weer zo snel. Dus ja, het gaat super goed. We hadden ook een gesprek met de boekhouder deze week. En die zei ook, kijk, je kan een bedrijf nog niet winstgevend noemen. Dat kan gewoon feitelijk niet, omdat je natuurlijk ook naar inleg kijkt naar dingen. Maar als je kijkt naar de omzet, dan draaien we echt heel erg goed. En dan kunnen we in feite, we hebben ook wel salaris aan onszelf uitgekeerd. Op die ene keer 50 euro na hebben we ook echt salaris al aan onszelf kunnen geven, nu 2 keer. En we gaan er ook wel naartoe dat we dat kunnen maandelijks gewoon kunnen doen. Dus het is eigenlijk allemaal heel erg positief. We hebben 2 meiden die dan ons als stage of als vrijwilligerswerk helpen. Wat echt super fijn is en heel gezellig. Dus we staan eigenlijk op vrijdag en zaterdag van het eind van de middag tot de avond gewoon met z'n vieren. Past ook, wat natuurlijk fantastisch is, want we hebben een hele kleine zaak, kleine keuken. En het was eerst al kunnen we hier met z'n tweeën instaan, maar we staan er dus gewoon met 4. En het gaat gewoon goed, behalve dat je af en toe tegen elkaar komt op bot, weet je wel. Maar... En het is echt zoveel chiller en de sfeer is daardoor ook heel relaxed, want wij hebben gewoon minder stress. En we leren ze ook natuurlijk steeds meer dingetjes. En ik moet ook even het eten gaan uitwerken, dat is een beetje een to-do voor mij. Zodat het gewoon duidelijk is met foto's of met lijstjes hoe anderen ook een plan kunnen maken. Want voor volgende week wil Mel graag naar een feestje gaan. En ik wil heel graag naar mijn oma's verjaardag die 81 wordt, volgens mij. Nou ja, dat is gewoon een bijzondere leeftijd. Voor hetzelfde geld is er volgend jaar niet meer. En dan, weet je, we hebben allebei iets van nee, we kunnen nu al er naartoe dat we gewoon bij belangrijke dingen kunnen zijn. Ook al hebben we geroepen dat we dat een jaar lang niet gaan kunnen, dat gaan we wel gewoon doen. Dat wordt ook nu even een dingetje ervoor zorgen dat mensen het een beetje kunnen overnemen voor een dagje. Dus dat is een beetje hoe en wat. Het is nu zondag, dus ik kan lekker hier parkeren. En we gaan de hitte weer trotseren. En we gaan er weer voor vandaag. 11 uur thuis en dan lekker 2 dagen chillings.
Right. Doei. 11:15. Eindelijk naar huis. Ik ben zo kapot. Het is niet normaal. Ik kon niet meer. Oh, ik heb bloed aan mijn handen. Moet ik nou weer aan bloed? Wat zie ik voor bloed? Huh? Ik ga echt van mijn 2 vrije dagen optimaal genieten. Want de tijd gaat zo snel. Het is gewoon morgen alweer een week geleden dat ik mijn vrije dag had. Het voelt echt als 2 dagen hoor. Werktijd gaat snel, maar vrije dagen vliegen ook voorbij. Zien jullie zeg maar hoe bezweet ik ben? Echt bizar. Alles is plakkerig en nou ja. Kijk. We kunnen eens even zien. Ik ben helemaal kapot. Maar wel voldaan. Het was echt een gezellige week ook. Ondanks alle hitte. Het was echt gezellig. Het is benauwd weer. De jasje eroverheen, maar dit is een beetje bloot voor de supermarkt. Al laat ik het nu aan heel de wereld zien op internet, maar oké. Hola, ik ben vandaag zo moe en ik weet niet hoe het komt. Gewoon geen kracht voor iets, maar ik ga ook alweer verhalen. Want ik wil dat een beetje inhouden, dat ik op maandag voor hem kook. Dus ik ga spaghetti maken. Eigenlijk spaghetti aglio olio. Maar dan met rome tomaatjes uit de oven en burrata. En dan ga ik ook schelle caprese erbij maken. Dat wordt vet lekker. Ik krijg altijd de vraag van wat is je recept? Maar ik heb dus het idee dat ik het recept dan al in de vlog deel. Maar je moet gewoon een beetje kijken naar wat ik doe. Ik heb niet een echt recept. Ik doe gewoon maar wat. Het is niet dat ik een uitgetypt recept voor jullie heb ofzo. Ik zal in ieder geval even laten zien welke ingrediënten ik heb gekocht. Dit is misschien nog voorbij de salade caprese. Ik dacht een soort van extra groente. Maar dit hoort er in feite niet bij, deze 2. Dan is dit voor de salade caprese. Ik doe ook wat knoflook over de caprese. Vind ik heel lekker. Nog balsamico en olijfolie. En dan is dit voor de... Voor de pasta. Dit zijn nog biologische tomaatjes van mijn schoonmoeder. Die kan ik ook nog wel gebruiken. Knoflookbollen heb ik volgens mij verteld, hè. Maakt je leven echt beter. Knoflookuien. Deze zijn heel erg lekker. En dan ga ik hiermee de pasta maken. Ik begin met de oven op 180 graden. Daar ga ik de tomaatjes helemaal lekker in. Echt niets lekkerder dan tomaatjes uit de oven. Pasta is echt mijn ding. Dus bij pasta doe ik eigenlijk nooit een recept. Ik smeer hem in met olie. Heel veel tomaten, want wij zijn allebei gek op tomaatjes van de barbecue uit de oven. Trouwens, nieuwe kattenvoer heeft Haag gekocht. Hij heeft allemaal biologische en niet biologisch. Jawel, allemaal organisch van Ecoplaza, allemaal gezond gehaald. En Poes vindt het lekker. Roma tomaatjes dus, maar dus de kleine. Dus niet grote Roma tomaten, dat is heel anders. Echt een wereld van verschil. Die gaan er allemaal lekker in. Gewoon gooien. Even zorgen dat je ovenschaal groot genoeg is. Zodat alle tomaatjes los liggen en niet op elkaar. Je kan ze ook met steel volgens mij erin doen. Maar ik zou niet weten waarom. Ze gaan heel makkelijker af. Nou, ik heb een perfecte ovenschaal gekozen. Tomaatjes is niet te vergelijken met tomatensaus. Behalve zelfgemaakt. Maar uit de pak is niet te vergelijken. Ga ik er nog even een ui bij doen. Ik heb een zoete ui gekocht. En ook nog een beetje olijfolie trouwens straks eroverheen. Echt alles wat je langzaam in de oven doet, wordt super lekker. En ik gebruik de spaghetti omdat dat mijn lievelingspasta is. Maar het is denk ik ook heel lekker met van die dikke pappardelle. Of dikke pennen, van alles. Ik weet niet waarom ik zoete ui heb gekozen. Ik dacht gewoon dat dat lekkerder was. Als je helemaal begint te koken trouwens, voel je ook helemaal niet meer dat je moe bent. Dat is echt een tip aan mijzelf altijd. Als je moe bent, ga gewoon koken. Zodra je begint, is het vet leuk en chill om te koken. En voel je een stuk minder moe. Nou, ik heb heel veel ui. Ik weet niet per se of dat de bedoeling is. Maar ik doe het gewoon. Het gaat gewoon echt lang in de oven. We kunnen eerst salade eten. Ik heb dit trouwens ook weer. Nou, hij heeft dit gekocht. Dit gebruik ik dus in plaats van sojasaus. En de laatste keer heb ik dus gewoon sojasaus gegeten. Nou, ik had echt bizarre buikpijn. En dit is een vervanger van sojasaus op basis van kokos. De kokosbloesemsuiker, volgens mij. Ik vind het zelf heel lekker als je knoflook pas later toevoegt. Anders wordt die helemaal zo donker en vind ik veel minder lekker. Dus ik ga knoflook persen. Die ga ik pas het laatste kwartiertje of zo erbij doen. En dan ga ik een teen kijken. Ik heb nog van die kleine bolletjes. Die ga ik dan even er wel inleggen en insnijden, zeg maar. Of pletten, even kijken. Pletten, denk ik. Een beetje pletten en dan... snij ik hem gewoon een beetje in, leg ik die ook in de schaal. Ook vast een beetje basilicum er maar bij, maar niet te veel. En nog lekker wat olie eroverheen.
En dan wat zout, peper en chili vloeken. Zo. Het is toch zo'n truc dat je het uit elkaar kan trekken, volgens mij. Dan. Ja, weet je dat? Maar alsnog gaat hij niet echt lekker. Eén knoflookje erbij. Oké, deze is een beetje open, maar dat doe ik er ook gewoon bij. Ik moet straks wel even goed eruit halen, want het zit allemaal schil omheen. Dan ga ik dit gewoon minstens een half uur in de oven doen. Hoe langer, hoe lekkerder. En dan begin ik ondertussen wat eventjes met de salade. Oké, dan ga ik nu vast even allemaal knoflook persen. Want ik ga en over salade rauwe knoflook doen. En door de pasta. Want ik al zei, ik vind het lekkerder eigenlijk als het zo rauw mogelijk nog is. En niet die hele geroosterde smaak heeft. En dit zijn dus die knoflookuien, maar deze zijn echt mega. Volgens mij waren deze van de... Ik weet niet, Lidl heeft ze. Dirk en Jumbo. Maar Jumbo heeft dus deze kleintjes. En je hebt dus ook deze. Dus wat je ziet, ik pel één keer en ik heb dit. Je hebt gewoon iets van 10 tenen. Dus je moet wel oppassen, want eigenlijk is dit echt al heel veel. Maar ik hou heel erg van knoflook. En in de zaak doe ik het dus nu altijd in een Maggi mix. Ik gebruik nooit meer knoflookpers eigenlijk. Maar hier thuis wel. Nou, even persen. En ik weet nog niet hoeveel ik ga gebruiken, dus je moet gewoon doen wat je zelf lekker vindt. Dit kan ik nog steeds niet, maar ik heb hier wat overgebleven knoflook en wat olijfolie gedaan. Maar wat ik dus nu gemaakt heb, heb ik dus nog nooit eerder gemaakt. Maar... De tomaatjes ga ik nog even laten. Volgens mij echt hoe langer, hoe lekkerder. Denk ik. Nou, het moet natuurlijk niet helemaal uit elkaar vallen, weet ik eigenlijk niet. Maar ik ga het meeste knoflook eventjes eruit vissen en wat ui. Je zou ook waarschijnlijk de pasta in deze schaal kunnen maken. Dat is die feta pasta die ik toen had gemaakt. Maar ik doe gewoon dit. Sowieso gaan deze eruit. Wow. Zag je dat? Een plete teen. Oké, misschien laat ik die er nog wel even in. Dit is de reden waarom ik nooit een recept deel. Want ik doe dus maar wat. Zie ik veel knoflook. Dan ga ik dit weer in de oven doen. En dit dus hier apart houden. De pasta zit erin. En dit heeft gewoon nu al zoveel smaak wat hier ligt. Ik heb bij gedaan. Ik ga het vanaf 5 minuutjes lekker. Het zit echt in veel olie, dus daardoor brandt het ook niet zo heel erg. Gewoon nog een laag vuur bakken. Geurs, super lekker. Ik denk dat dit hier wel klaar is. Ik ga deze een paar al van bijbakken. Gewoon van alles erbij gegooid. Dit ligt nog hier. Pasta is klaar. Ga ik het nou afgieten. Het grootste deel afgegoten, maar niet alles. Ik ga dit er nu gewoon bij gooien. Dat er ook wat kookvocht dus bij komt. Dit moet je niet zo lang volgens mij meer bakken met elkaar. Maar ik doe het wel eventjes. Nogmaals. Nog nooit gedaan. Volgens mij is het echt heerlijk. Deze apart gehouden. Zijn nog net niet geëxplodeerd, zeg maar. Dan ga ik dit nog allemaal in de pan gooien, want hier zit vet veel smaak in. Mega veel smaak ook. Kijk, hij is leeg. Ik ga het allemaal doorheen roeren. En dan ga ik even proeven of er nog olie bij moet, zout. Knoflook lijkt me niet. En dan gaat dit op de borden. Oké, dan is dit het. Dan gaat dit er nog even op. Burrata. Oké, sorry, maar dit ziet er echt master eruit. Is het niet normaal? Ja. Masterchef. Ik ben best wel trots op hoe het eruit ziet. Die burrata maakt een beetje romig en fris. Die loopt ook uit, waardoor het een beetje nog meer saus wordt. Lekker. De chili is ook lekker. Yummy. Mm. Good morning. Gisteren gingen wij echt pas om 12 uur weg uit de zaak. Het was echt super laat. En ik moet dus deze week heel moe wat kan zijn. Maar ik heb gisteren even multivitamine gekocht. Want ik dacht ineens dat het misschien komt doordat ik al mijn vitamines niet meer neem. Ik weet het niet. Ik heb echt geen idee. Ik heb weer even dit ontbijtje gehaald. Want...
Ik voel me hier erg goed bij als ik hier mee ontbijt. Ik heb het nu al een paar dagen niet gehad. Vandaag heeft Mel haar eerste vrije dag sinds we echt open zijn. Zij had toen in de trial weekend had zij ook zeg maar een vrije dag. Maar sinds we open zijn heeft zij nu de eerste keer. En ik dan over 2 weken op zondag. Dus dan staan we met de schoonzus van Mel. Die ons heel vaak helpt. Spannend, maar ik heb er alle vertrouwen in. En nu ga ik even lekker ontbijten. Ga ik straks nog even een cadeautje halen. Nog even langs de supermarkt. En dan lekker pas 12:30 naar de zaak. En even ontbijten. En opmaken thuis ontbijt. Yummy. Weet je wat ik me ineens bedenk? Dat degene die de mascara heeft uitgevonden echt geniaal is. Hoe bedenk je dat als je je wimpers zwart maakt, dat het dan vet mooi is? Dat is echt... Wie heeft dat ooit bedacht? Heeft diegene daar wel gewoon alle credits voor gekregen? Of hebben mensen het gewoon nagedaan? Dat is echt zo goed bedacht. Niet normaal. Geniaal. Ja. Let's get back to work. La la la. Jongens, zo grappig. We kregen zo net om 3:00 of zo een DM op onze 35 Insta van: kan ik nog reserveren voor over een half uurtje? Dus ik zeg tegen Jen hier van: hey, dat is een volger van mij. Maar echt al van lang, volgens mij. Maar daarna was ik het totaal vergeten dat zij dat had gestuurd. Dus ik zit hier gewoon iemand te bedienen die super aardig is. Dus ik was gewoon aardig en vrolijk. Natuurlijk logisch, want je staat in de bediening. Maar ook omdat zij heel aardig was. En op het einde zegt ze, geeft ze best wel chill en pooi en zo. En dan zegt ze: ik heb nog een kaartje voor je. Dus ik denk echt zo, huh? Ik zeg: oh, ben jij Jentel? Maar daar had ik helemaal niet meer over nagedacht. Toch vet cute. Ik wil jullie heel veel succes wensen met jullie prachtige zaak. Bold, Move en YouTube Rocket. Veel plezier, lief Jentel. Zo leuk, maar ik vind het ook altijd leuk als er volgers komen. Dan vertel ik ze altijd een beetje dingen die ik in de vlogs niet kan delen, weet je wel. Dus dan vertel ik ze daar wat over. En dan hoor je heel vaak dat zij ook al, dat ze dan zeggen van: oh, dat dacht ik altijd dat het was, maar dat je er niks over kon delen of zo. En ze zei dat ik even mijn Instagram berichtjes met haar terug moest lezen, omdat zij dan, nou ja, dat al dacht. Nou, heel leuk in ieder geval. Super vaag dit. Ja, echt super leuk. Dus, oké. Nou, deze dag gaat super goed. Helemaal gezellig, alles onder controle. We gaan een smoothie voor ons maken. Dat we even snel iets gezonds hebben. Met kokosmelk. Gewoon alpaca kokosmelk, zeg maar. Van donderdag. Avocado. Banaan. Kijk, ik zie Jen nu helemaal uitleggen hoe het concept werkt. Ik ben er ben helemaal blij en tevreden. Trots op haar. Spinazie. Havermout. En een banaan, had ik al gezegd. We hebben lekker even een romige smoothie. Eerst wilde ik dit dus ook allemaal op de kaart. Maar dat is er allemaal af, hoor. Want het is gewoon veel te veel werk. Helaas, dat past meer bij een schattige lunchroom of zo. Ik doe lekker veel avocado, ja, want dat is lekker voedzaam. Willen jullie nog aperolletjes? Aperol. Aperol. Ik ga voor het eerst deze espresso martini maken. Ja, nou, net heeft Jen gemaakt en nu hebben we. Dat is de enige ding die we nooit hebben gemaakt. Nou, succes. Bedankt. Wodka, veel zeg. Sterk. Eén. Lekker. Ja, Mel is er niet, dus wij moeten alles nu even doen, hè. We hadden al heel veel geoefend hoor, maar niet alles. Wil jij 2 glazen afspoelen? Dan heb ik er precies 3. Ik shake echt als een idioot, want ik ben bang dat die open is. Dat is alles nu oversplashed, hè. Ja. Je moet heel goed shaken bij deze. Oeh, hij ziet er wel lekker romig uit. Deze heeft een zieke laag en deze nog niet. Ja. Van de derde tafel van rechts ook 4 bitten. Ja. Dan pak ik nog even de schuimspatel. Ik weet niet eens hoe dit deed. Oh, ze gaan er vandoor. Wow, Jen, ik heb heel veel schuim. Kijk. Kijk eens. Kan dat? Oh my god, dit is zo leuk. Wat? Mijn eerste espresso martini. Ik heb echt vet veel schuim. Ik dacht dat het me niet zou lukken. Hoe komt het dan dat je schuim krijgt? Oh, door die koffie natuurlijk. Nee. Ja. Oh my god. Kijk hoe goed. Oh my god. Lijkt wel premix. Oeh, hella. Yeah. I am going. Oh. Are you going? Hey, we zijn tegelijk klaar, Jen. Bye, honey. Fijne avond nog. Ja, fijn leven sowieso. Ja, fijn leven. Fijn leven, rest van het jaar. Joe, joe.
Hij moet er deze dag even afsluiten. Yes. Hij was goed. Hij was kapot goed gedaan. Eerst leek het heel rustig en toen was het druk en we hebben geen één. Heb je één keer stress gehad? Nee. Ik ook. Geen één keer. We hadden alles onder controle. Hebben we iemand een keer lang moeten laten wachten? Nee. Ging iets mis? Mijn koffie. Ja, mijn cappuccino, die vond ik een beetje schraal. Hebben we nee moeten verkopen één keer Fantomans Rose Lemonade, dat was het. Wat ja, hadden maar we hadden een mooi alternatief. Watermeloen, we hadden alles. Ja, watermeloen, we hadden alles. Goed bijgevuld. Oh my god, echt goed, echt leuk. En nu gaan we borrelen. Ja, we hebben lekker eieringen, krimpjes, kroketjes, lumpia's, torpedo's. En we hebben Malibu pina colada met rijstlikeur. Proost schat, cheers. Op vandaag. Hey. Goedemiddag, het is 12:30, ik ga nu pas naar de zaak. Ik ben pas om 4:40 in de zaak en dan gaan we om heel open. Maar ja, het is best wel rustig. We hebben zeg maar wel uiteindelijk veel omzet, goede omzet gehad gisteren. Omdat we ook nog heel veel cocktails hadden en iets langer open bleven. En het verspreidt over de dag, we waren daar natuurlijk 12 uur lang. Dat is op zich ook wel een lange dag. Maar het was wel rustig overal. Mensen zijn natuurlijk de school begint. Oh, het gaat regenen. Nou zit ik hier in mijn lange broek ook. Het weer is raar. School begint weer. De zomervakantie is soort van voorbij. Maar het is wat rustiger. Mensen hun geld is misschien op of wat dan ook. Dus ik ben heel benieuwd wat het vandaag gaat doen. We hebben om 3:00, 4:00 en 5:00 reserveringen. Dat is het dan ook. Dus ja, maar soms om 9:00 s'avonds wordt het nog ineens druk. Of je weet het niet. Ik ben wel heel erg moe van gisteren, want ze hebben wel echt keihard gewerkt. Maar ik ben zo blij met het dat ik nu weet dat het over te dragen is, weet je wel. Over 2 weken heb ik dan een vrije dag. Dan gaan zij dus met z'n tweeën staan. Wel even gaan kijken of we natuurlijk op zoek moeten gaan. Kijk, dit is de schoonzus van Mel, maar of we echt officieel personeel moeten gaan aannemen. Want als zij nu wegvalt een keertje of een keer niet kan, ja, dan hebben we niks. En stel je plant een vrije dag in, maar Jen is ziek of zo, dan hebben we eigenlijk al niks. Het geeft me gewoon een heel erg goed gevoel ook. Dat Mel gisteren een vrije dag gehad en dat we haar gewoon helemaal niet hebben hoeven bellen of iets. Gewoon niet hebben gesproken. Ze heeft echt een vrije dag gehad. Super fijn. We zijn pas 9 weken open, dus dat vind ik wel heel prettig. En ja, je moet toch. Je kan niet zomaar iets zo makkelijk aan iemand overdragen hoor. Ook die planken. Ik ben dan bezig met een soort van uitlegboek. Maar ik zei al, door te doen leer je het eigenlijk meer. En dat is ook echt zo. Blij mee. Ik ben wel helemaal verrot, maar ik ben deze hele week dus al moe. Ik heb dus weer uitslag hier, wat ik heel lang niet heb gehad. Dat is ook een teken. Ik heb wallen. Mijn ogen zijn weer aan het branden. Ik heb keelpijn, dus ik weet niet of mijn weerstand gewoon weer op is. Het kan natuurlijk ook. En we zijn al 10 maanden of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar we zijn al zo lang fulltime met deze zaak bezig. We hebben natuurlijk nooit langer dan 2 dagen. En die dagen zijn niet eens echt 2 dagen. Hebben we vrij gehad. Dus misschien is het gewoon toe aan vakantierust. Nou, dat zit er voorlopig niet in hoor. Maar is dat het? Of het komt omdat ik gewoon bepaalde van die fietenkruikmedicatie of medicatie, gewoon pillen, dat ik die niet meer slik. Ik weet niet waar het door komt, maar ik voel echt sinds deze maandag, vorige zondag, nee, maandag, dat ik gewoon echt minder fit ben. Dus ja, even kijken hoe en wat. In ieder geval morgen weer heel lang slapen. Hallo jongens, ik heb de hele dag een beetje gewerkt in de zon gezeten. En die vermoeidheid is nog steeds niet weg. En nu ben ik even lekker geborreld in het zonnetje. Nu gaan we een serie verder kijken. En ik drink dit. Ik ga dus een pizza maken met zo'n bloemkoolbodem. Die zit nu in de oven. Ik heb weer een lekkere salata caprese gemaakt. Hou me maar weer weg. Deze moet dan even 3 minuten in de oven. Dat het vast een beetje crispy wordt. Deze saus, basilicum. Dit nog. En nog wat tomatoes. Mochi sauce. Ik hou van veel tomatensaus en jij niet, hè? Toch? Nee, is van Mochi. Volgens mij is dit de enige die verantwoorde tomaten gebruiken of zoiets. Maar ik doe het echt veel, omdat het er helemaal intrekt. En vind ik het lekker als het veel saus is. Moeten we niet gewoon eerst 1 doen, want dan kan ik een beetje oefenen of het goed gaat. Oké, doen we er eerst 1, ja? This is my favorite pizza, Caprese. Caprese. Ik vind het sowieso niet zo lekker als de pizza van die papa. Let's put it in the oven. Ik ben benieuwd, ik heb wel veel goede verhalen gehoord over deze bodem.
dan warm. Zag je wat ze wegsloeg met de voet? Voet, poot. Het is wel leuk, want het natuurlijk een doorzichtig draadje is. Zij ziet eigenlijk niet dat ik het doe. Of ze ziet het wel, ze heeft het al door. I don't care. Oké, al het beleg viel eraf, dus hij is niet meer mooi. Maar goed, vast wel lekker. Ik was dus vandaag mijn camera vergeten, maar mijn dag begon met om 10 uur een overleg met het Dorpsplein. Omdat we het even gingen hebben over heaters in de winter, over een soort van kerstmarkt organiseren en een schaatsbaan eventueel. Toen ging ik naar de drukker om materiaal uit te kiezen voor een nieuwe menukaart, want Elise heeft hem nu af en wij hebben hem af. Dus hij ligt nu bij de drukker en ik kan hem donderdagochtend ophalen of aan het eind van de middag komt hij hem brengen. Dus dan hebben we een nieuwe menukaart met dus prijswijzigingen. De prijzen zijn gewoon echt omhoog gegaan, want het moet. En dus geschrapt en zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe mensen daarop reageren. Of het eindelijk gewoon wat duidelijker is en wat prettiger. En toen ben ik even lekker naar de stad gegaan. Toen heb ik allemaal stories geplaatst op Instagram trouwens. Met echt TK Maxx. Wat echt geweldige Halloween spullen. Maar ik heb me niet laten verleiden. En nog even macro besteld. En een beetje gewerkt. En nu had ik ineens super veel zin om de kasten op te ruimen. Dus de broodla uitruimen. De koelkast. De la met havermout en kruiden en sauzen. De la met chips en pasta en gewoon alle voorraadkasten. Dus daar ben ik nu mee bezig. Het is gewoon allemaal echt niet normaal. Kan niet. Dus heerlijk even dat doen. Muziekje aan en gaan. Dit deed ik ook in Muiden soms op zondag. Het werkt echt. Nu ga ik hier aan beginnen. Leuk. Nou, dat zijn we lekker schoon. En nu kan ik ze weer goed indelen. Ja, dit eten we ook niet meer eigenlijk. Lekker. Lekker guacca. Het ziet niet zo lekker uit. Het is nu 9 uur. Nu gaan we even chillen. Lekker guacamole en dipchippies en seri. Avocado een beetje halfvolle mayo, want ik had geen sour cream. Er moet eigenlijk koriander in, maar dat had ik ook niet. Cherry tomaatjes. Wat sriracha saus. Zout, peper, chili vlokken. Een hele limoen. En dat was het. Hallo, ik ga nu een nieuwe menukaart ophalen. We hebben dus dingen veranderd in de kaart. We hebben vooral dingen geschrapt. We hebben ook prijzen omhoog gedaan. Maar ik kreeg echt zo net gisteravond een mailtje dat we hadden dus ook de plank 2 euro omhoog gegooid. Omdat de winst er ook gewoon echt, de marge was gewoon best wel laag. Dan kregen we dus een mailtje dat ze de prijs van de gebakjes 25% omhoog gooit. Dus we hebben de plank 20% omhoog gedaan. Omdat we dus niet genoeg marge hadden. En dit betekent dus nu dat we dus minder marge gaan hebben dan we wilden. Maar ja, de kaart is net geprint. Ik ga hem letterlijk nu ophalen. Dat is wel even balen. Sowieso gaan er natuurlijk dingen omhoog. Maar deze had ik even nu niet zien aankomen. Dus ja, het is niet anders. Ik heb echt het lichaam van een oude vrouw af en toe. Ik snap ook niet waar het vandaan komt. Ik ben de enige in mijn familie met al die kwaaltjes. Niemand om me heen heeft al die kwaaltjes. Maar gisteren was ik aan het werk. Ik ben ondertussen even de route aan het opzoeken, maar hij doet het niet. Ik was aan het werk, was gewoon wortels aan het snijden in de keuken. En ineens, zieke pijn. Maar echt, bijna de pijn die ik had toen mijn blinde darm ontstoken was. Toen ik op 4 zat of zo. Toen ik echt dood ging van de pijn. Dat was uiteindelijk wel erg, maar het deed echt pijn. Een soort van kramp, maar die ging niet meer weg. Dus ik kon ook echt even niet bedienen, even lopen. Ik kon even niet. Nou, uiteindelijk kon ik wel gewoon staan en zo. Maar als ik dan zo bewoog, deed het gewoon mega veel pijn. Eigenlijk de hele nacht nog. Ik heb best wel pijnstilling genomen. Terwijl ik ben niet een voorstander van pijnstilling. Ik wil eigenlijk altijd mijn pijn voelen. Want als ik pijnstilling neem en het werkt uit, dan ineens heb je heel veel pijn. Maar het is ook gewoon dat ik dan denk, ik weet dan niet wat er met mijn lichaam aan de hand is. Pijn is niet voor niks. Weet je, het is een signaal dat er iets is. Als je dan op een gegeven moment weet wat het is, dan ben ik op zich wel weer voor de pijnstilling. Nou, niet echt een voorstander, maar ik bedoel, dan neem ik het wel gewoon. Want dan weet ik toch waar de pijn vandaan komt. Maar zolang ik dat niet weet, wil ik het blijven voelen of zo. Snap wat ik bedoel? Ik ben dus een jaar geleden verhuisd, maar ik heb geen nieuwe dokter. Waarom? Ik ben gewoon heel blij met de dokter in Weesp die ik nog heb. En er was steeds niet genoeg reden om echt, zeg maar, telefonische gesprekken waren steeds voldoende. Ik heb best wel vaak rare dingetjes. Een maand geleden kreeg ik ineens super erg last van mijn schouder. Dat als ik hem opdeel, dat hij gewoon uit de kom schiet. Ja, wat doe ik dan eigenwijs? Toen belde ik een dokter om het te gaan inschrijven. Maar uiteindelijk ga ik dan dus niet. Maak ik er geen tijd voor.
En leer ik een soort van mee leven. Dus wat doe ik? Ik til eigenlijk mijn arm niet meer helemaal recht omhoog op. Wat super slecht is. Ik heb al heel lang ook iets met mijn pols. Dit botje zit totaal scheef. Als ik snij doet het gewoon pijn. Dan denk ik, nou ja, laat maar. Ik leef er wel mee. Maar het is eigenlijk niet goed. Oké, ze zijn er. Maar ik ben natuurlijk wel een beetje kritisch. Maar ja, ik denk laat maar. Maar er zit een beetje zo'n... Er zitten lijnen in. Ik weet niet of jullie dat zien, maar je ziet het best wel heel erg. Van die printlijnen. Maar ja, oké, het zal wel. Ik ben benieuwd hoe lang het mooi blijft. Het is gewoon wat... Kijk, dit was echt... We hebben heeft alles moeten afplakken. Dit was helemaal gelamineerd, geplastificeerd met een rand eromheen. Dus wel stevig en makkelijk af te nemen en zo. Maar zo log. Gewoon, ik weet niet. Het is net zo groot, maar het voelt gewoon veel te veel ruimte dan meteen. Dus we hebben nu gewoon wat dunner materiaal. Dit is dan dus de nieuwe kaart. Nou, wat belangrijk is dat we dit erbij hebben gezet. Omdat anders gewoon je veel te laat naar huis gaat. Omdat je alles nog moet afwassen. Mensen te lang blijven zitten. Prijzen zijn veranderd. Big Mix is veranderd in dit zinnetje. En 2 euro per persoon erbij. Want het is gewoon veel meer werk. Het kost veel meer tijd. En dan hebben we de deluxe borrelplank en het borrelplankje niet meer. Maar we hebben dan de small. Dat is dan de kleine variant hiervan. Deze prijzen zijn redelijk hetzelfde gebleven. Ietsjes omhoog. En hebben we gewoon prijs per persoon gedaan in plaats van 1/2 personen. Dit extra wat je kunt bestellen. En dat zijn dan al de planken. Dus het is zo erg ingekort. Fingerfood, daar zijn de cheeseballs afgegaan. Verder is er niks nieuws bijgekomen. Dit is hetzelfde gebleven. 1 soort olijf is er af. Nootjes zijn erbij gekomen. Sealbites, geen smaken meer, maar vraag naar de smaken. Dus het plankje is hetzelfde gebleven. En dan hebben we dus geen achterkant meer. Dus... En dit is dus de drankkaart en die moeten we nog gaan veranderen. Maar we willen eigenlijk ook hetzelfde materiaal en een soort van vouwboekje dat ook de cocktailkaart en de wijnkaart erin zit. Want dit is veel te veel gedoe voor mensen. Dus ik ga in ieder geval nu alle oude kaarten vervangen voor deze nieuwe. En dan is het echt wel een stukje minder log. Dus dat is wel fijn. Ja, de kassa is nu dus ook heel anders. We hadden eerst echt ziek veel hier staan. Even kijken. De dik 35 persoon, big vegetarian, big vegan, small... Combi. Combi. Oh ja. Als iemand wil combineren normale met vegetarisch of met vegan. Ik wil ook alleen dat dit nog andersom is. Ik heb het eerst vegetarian en dan vegan op de kaart. Dat is handig voor mijn hoofd. Extra toastbrood rauwkost. Yes. Broodplank, dipplank, kaasplank, charcuterie, zoete plank. Chill. En dan fingerfood. Sausjes. Om die dan te staan. Oh ja, als je wil kiezen welke saus ze willen. Huisgemarineerde olijven. Mijn nootjes, aardappelfriet. Ja, deze smaken moeten er alleen nog uit, want we hebben dan niet meer deze smaak. We hebben gewoon een wisselend assortiment. Oké, nice. Weg, 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 weg. Nou, en de drank wordt ook nog veranderd. Dat komt later. Oké, chill. Er is nog niemand geweest, het is 3:30. Ik vraag me niet waarom, maar ik ging de opslag doen. Ik wilde gewoon dit wijnrek even mooi bijvullen. Het is heel heet, maar ik dacht nu is er wel tijd. Dus ik heb allemaal lijsten gemaakt met wat er nog is van frituur, van frisdrank, van wijn, van dat soort dingen. En nu ga ik even lekker welkomstbriefjes schrijven. Wat een rust heerst er hier, hè? Love it. Love de Dorpstraat. Mijn auto stond gisteren in de garage omdat het parkeerterrein helemaal vol was. En die ging om 11 uur dicht. En ik was om 11:50 bij de garage. En het was hier op slot. Toen kon ik mijn auto niet meer krijgen. En ik voel me natuurlijk wel echt niet lekker deze week. Ik bellen. Kost het 50 euro om het open te doen. Ik zeg, ja, maar ik was niet te laat. Blablabla. Nou ja, uiteindelijk de auto geleend van een van onze vaste gasten van 35. En die heb ik zojuist teruggebracht. Nu lekker naar de zaak aan het lopen door de Dorpsstraat. Ik kwam even naar de Ecoplaza, maar die is dicht. Wat een rust hier van de grap, want ik kom natuurlijk nooit via deze kant van de Dorpsstraat gelopen. Het is hier helemaal uitgestorven. Dit is echt typisch Dorpsstraat. Maar bij ons is het op zondag altijd gewoon druk op het plein. Grappig is dat, dat er dan 2 minuten hier vandaan het helemaal uitgestorven is. Maar wel heel relaxed of zo. Heerlijk om hier lekker op zondag te wandelen of iets. Ik hou er al van. Echt het dorpse, heerlijk. Die rust. Welke wil je? Jij mag kiezen. We hebben even een ander merk. Dus waar 1 per se gratis. Welke wil je, Fousie? Welke wil je? Ligt jullie kat ook aan plastic? Van ons is het geobsedeerd. Fousie, wil je deze? Of deze, Fousie?
Oh, je wil gewoon likken aan de verpakking. Oké. Okay. Ik heb even een ouderwets borrelplankje van huis. Wat betekent dat het niks zelf gemaakt is. Maar wel lekker. Oeh, yummy, 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 yummy. Yummy. Een week later tijd om deze kast uit te ruimen. Dit is echt een zooi. Oké, door naar verdieping 2. En dan. Het is weer netjes. Nou, ik dacht ik ga de thee ergens anders zetten, maar die kan op zich ook nog wel hier. De thee die ik nooit gebruik, maar ik te lui ben om water te koken. Zo, er zitten thee, schaaltjes, allemaal schaaltjes die ik niet weg heb hoeven doen. Een paar heb ik in mijn kantoor gezet als bakjes. Pannen zonder dat je te veel moet knooien. Bakkies. Achter een stoofpan die we niet gebruiken, ovenschalen. Bakdingen die we ook nooit gebruiken, maar ja, het is wel weer netjes toch? Ik voel me wel trouwens wel echt wel minder slecht, dus misschien was het wel spieren en vermoeidheid. We hebben net ook een goed overleg gehad. Ook over eventueel wat uurtjes minder, allebei kunnen werken en dat soort dingen. Ik heb eindelijk een mega batch basilicum kunnen bestellen, dus kan ik een mega voorraad pesto maken. En ik weet niet of ik dit in de vlog ga laten, maar aangezien ik toch achterloop. Naast ons, wij delen hier de wc's met Merel, maar ook met iemand die hier een yoghurt- en paninizaakje zou gaan beginnen. Maar die heeft net laten weten aan de vuur dat hij het toch niet gaat doen. Dat betekent dat dit vrij staat. Ook met vier plekjes terras hier voor de deur. Kosten zijn de helft van onze kosten nu en het is maar 10 vierkante meter. Het is gewoon alleen maar een ruimte, maar hier zouden we fantastisch natuurlijk een extra lounge gedeelte kunnen maken. Nu moeten we even gaan nadenken. Ik zeg meteen ja doen. Hoe groot is de kans dat je naast je eigen zaak nog een zaak kunt krijgen? Het is ook een nieuw pand. Niemand heeft hier ooit gezeten. Dus ik denk, grijpen die kans. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Ga ik even meten. Ja, jongens. Zodra er weer iets nieuws op je pad kan komen, is Charlotte weer helemaal blij. That's me. Dus ik ga eventjes tekenen hoe het hier nou precies zit. Ik wil dit. Voor ons. Nee, erbij. Ik ga even tekenen weer. Tekenen. Ik ga even de verhuurder bellen, gewoon omdat ik zo ben. Hey, met Charlotte. Hallo. Hallo. Ik dacht ik bel jou even, want heb je nu tijd? Wij zijn gewoon benieuwd of er nog iets van de huurprijs af zou kunnen, omdat het eigenlijk qua grootte ongeveer een derde is van de zaak die we nu hebben. Dus dat is gewoon een vraag die wij hebben. En natuurlijk voor ons is het onwijs leuk om dat ernaast te hebben. Het loopt heel goed, dus er is al vraag naar uitbreiding. Maar het is gewoon voor nu, de prijs is erg hoog voor het aantal plekjes wat we er kwijt kunnen. Dus dat is eigenlijk, dan weet je al waarvoor ik je wou bellen. Spreken we elkaar morgen. Oké. Okay. Alright, doei doei. Alles zo prettig, ja ja. En iedereen denkt... Doegie? Doegie, doegie? Braaf hoor. Ja. Teddy. Teddy doet Instagram model. Oh, die oortjes. Super flap. Zit daar spier in? Nee. 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 Ik ben dus bij de Action geweest. Kijk, ik voel me dus niet mezelf zonder nagellak, maar omdat ik in de horeca werk en ook nog in de keuken is het heel lastig. Ik kan wel biap of zoiets doen, dat kan wel, maar dan moet je weer steeds op je vrije dagen daar naartoe. Het kost zoveel tijd en ook veel geld, maar vooral tijd vind ik irritant. Ik zag dus laatst van die nagelstickers op Insta, toen dacht ik, oh dat is echt leuk. Want volgens mij is het allemaal veel beter dan vroeger. Vroeger had je die stickers ook wel, maar het is echt best wel goed tegenwoordig. Dus ik ga naar de Action. Zie ik dit voor 90 cent of zo? Ja, ik ben dus echt gek, maar... Ik kocht het in de ochtend, toen deed ik het op en toen ben ik in de middag teruggegaan om dus deze allemaal te kopen. Die had nog één soort, maar die vond ik minder leuk. Een soort van sunset-achtig effect. Dus ik heb deze allemaal gehaald, want ik vind dit zo leuk.
Ik weet nog niet hoe lang het blijft zitten, maar ik heb het nu gewoon even snel gedaan. Maar je moet eigenlijk eerst met aceton, dat heb ik niet eens gedaan. Maar dan erop plakken, afveilen, topcoat eroverheen. Dus ik dacht, oké, ik had 14 euro uitgegeven, heb ik dit allemaal. Dus die zijn er nu niet meer bij Man Action. Ik heb deze douchegel gekocht, die rook echt heel lekker. En hij heeft 95% natural ingredients. Pleisters. Ik was met haar en hij zei dat dit dus heel bekend is. En ik heb het nooit gezien. Terwijl meestal weet ik een beetje wel wat hip is. Maar de pink stuff. Het klinkt alsof er een soort van dikke pasta in zit. Waarmee je alles schoon kan krijgen of zo. Ik zou meteen, zullen we er heel veel kopen? Zei hij, nee. Eerst kijken of het werkt. Dat is echt het verschil tussen ons. Ik zou er meteen heel veel kopen. Ik weet niet eens wat het is. Ja, zie je? Wat is dit dan? Oh my god. Oh, wat? Oh, ik dacht dat het misschien een soort klei was, maar het is wel vloeibaar. Er zitten een soort van scrubkorreltjes in. Nou, dit to be continued. Even mijn hand wassen. Dit heb ik aangekocht. Dit heb ik gekocht, want dit gebruik ik eigenlijk niet, maar... ja, gaan we weer. Nou, ik dacht het is gewoon leuk, zo'n setting powder met een geurtje. Nog meer pleisters. Waarschijnlijk is het ook gewoon troep, maar ik vind het allemaal prima. En dan wel nog voor af en toe zo'n scrubje. Oké, dit is ook wel grappig. Geen idee of ik er wat mee ga doen. Ja. Nee, we gaan echt niet naar buiten, want het is heel heet, Poesie. Hij heeft trouwens de trap geverfd, jongens. Kijk. Hij heeft de trap geverfd. Het is echt een groot verschil, hè? Zijn we er weer? Ja, Poesie. Ik ben bang dat ze denkt dat ze weer geadopteerd wordt. Maar ze miauwt, maar ze ligt wel chill. Nee. Nou, jij hebt dotje. Wie? Ja. Ik heb een hoesje. Oké. Ja. Oh my god, ze is zo schattig. Oké, next is fysio voor mijn schouder. Ik ben er nu. Oké, ik heb echt te warme kleren. Jongens, ik heb vannacht bijna niet geslapen en ik heb dat eigenlijk nooit. Ik kon niet slapen, ik lag gewoon wakker. En toen ik eindelijk in slaap viel om 3 uur, werd ik de hele tijd wakker. En toen moesten we vroeg naar de dierenarts. Ik heb wel echt een mega leuke outfit dus aan. Allebei van de Primark, maar het is te warm. Dus ik ga meteen weer wat anders aan doen. Mijn nagels zitten nog. Ik ben door deze fysio nog moer. Ik ben dus naar de fysio geweest voor mijn pols. Ook toch wel. En mijn schouder. Hij ging wat bewegingen doen en wat dingen doen. Wat ik weet van fysio is dat je zelf bewegingen moet doen. Maar hij ging gewoon wat dingen doen. Hij heeft ijskoffie voor gemaakt. Volgens mij is het super sterk. Maar zit tot boven vol, hij zit tot hier. Oh, sterk. Wel lekker. Maar ik wist al dat het ook voor acupunctuur was. Maar ik heb vroeger met mijn moeder een keer acupunctuur gedaan. Zij is er best wel fan van, mijn schoonmoeder ook. Die acupunctuurvrouw van mij heeft toen in een zenuw geprikt. Waardoor ik echt een tijdje niet kon bewegen. Want zij zei van nee, dat hoort. En daarna, oh, het hoort misschien toch niet. Dus ik had echt een trauma daarvan, had ik ook tegen hem gezegd. Maar hij wilde dus nu ook acupunctuur doen, dat wist ik echt niet. Een kwartiertje. Dus ik had 3 naalden in mijn schouder. 2 in mijn hand hier. En vrijdagochtend heb ik dan weer een afspraak om 11:30. We'll see, ik laat het maar over me heen komen. Ik vind het wel interessant. Dus als het werkt, ik voel echt steekjes nu. Als het werkt, kan ik misschien ook nog voor mijn voeten, mijn rug, weet ik het. Ik wilde heel graag een Born San Martini premix kopen voor thuis. Dus die ga ik nu even halen. En dan ga ik meteen nog even lekker naar de Hema. Even lekker van die simpele winkeltjes afslenteren. Heerlijk. Ik ben in Rokkeveen. En haast staat er nog jarig. Misschien zie ik nog iets leuks. Ik vind de Hema sowieso altijd een vet leuke winkel. Kijk, deze outfit is toch geweldig. Zien jullie het? Yummy. Kijk, leuk hè? Echt heel leuk, vind ik eigenlijk. Ik draag dit soort dingen niet zo vaak. Maar ik vind het eigenlijk wel mij. Vroeger droeg ik heel vaak kleurrijke kleding en zo. Maar ja, dit soort broeken droeg ik dan nooit omdat het niet echt afstroomt of zo. Ik vind het echt super leuk. I love it.
Heerlijk. En ik had dan nu geen BH aan, maar gewoon zo'n sporttop. Dat ik wist dat ik mijn blouse uit moest trekken bij de fysio. Zo'n ding, dan voel ik me wat minder... Ja, ongemakkelijk of zo. Oké, lekker zootje hier, hè? En kijk hoe prachtig deze zijn. Die heb ik op bij de Hema. Het zijn dus markeerschriften. En kaarsjes voor H. En een kaartje. Ik dacht, ik ga een keer een beetje voor een mannelijk kaartje. In plaats van altijd zo'n mega girly kaartje die ik altijd geef. En ik heb nog deze voor de zaak om nootjes in te doen. En hier was ik dus zelf benieuwd naar. Maar nu geef ik het H als cadeau. Dat zijn twee cocktails die hij lekker vindt. Waarom stelt hij niet scherp? Deze hier in zijn erg toepie. De whisky sour en espresso martini. En het merk schijnt dus heel goed te zijn. Dus ben je benieuwd? Oké. Okay. Het is alles een bruisblad. Ik vind het wel echt gewoon er veel minder mooi uitzien. Het schuim is veel minder foamy. De kleur is gewoon veel minder... Ja. Ik weet niet, het ziet er gewoon nepper uit. Het schuim is... Hij ruikt wel heel lekker. Hij is heel geconcentreerd. Je proeft heel veel smaak. Van mij mag je iets wateriger of zo. Iets minder geconcentreerd, denk ik. Hij heeft een beetje iets bitters erin. Kijk trouwens wat een mooi ding. Zo'n suède-achtig velvet. Ik dacht het leuk om een post in te doen of zo. Het hoort voor tijdschriften. Ik weet nog niet, maar ik vond hem echt mooi. En we hebben een ander kleed. Dit kleed hebben we toen gekocht en konden we niet meer terugsturen. Dus die stond bijna een jaar lang beneden. En de vorige vonden we niet meer mooi en vies. Dus we hebben nu deze weer terug. En het is echt mooi, hè, Poesie? En deze stoel staat dus hier, want die wilden we niet in de zaak. Poesie vindt het kleed ook lekker. En Haas is begonnen met de trappen. Want RH-parket zou het komen doen, maar daar horen we niet echt meer wat van. Dus zelf maar gaan verven. Dit is dan het eerste laagje. Maar kijk wat het verschil. Het zag er echt niet uit. Hier is het oude kleed. En deze trap heeft hij al gedaan. Kijk, die muren heb ik toen beschadigd toen ik de bank naar boven ging tillen. Moet ook weer gedaan worden, maar het is zoveel beter al. Ik dacht, met die heb je dat niet, want met die kan je je stoel draaien. Oh, je wil de lounge erachter doen? Nee, de lounge daar en die stoel hier. Oh, ik dacht de bank hier. Ja, dat kan ook als het past. Ja, dat, de lounge hier. Maar ja, dat is wel echt een geweldig hoekje. Ja, maar nu kijk je zeg maar naar buiten. Stel dat daar een tafel staat, dan ja, kijk je dus tegen pillen aan. Ja, dat is wat ik laatst zei. Dus als je hier een gevelterras hebt, is dit niet meer leuk. Maar dan moet je dus eigenlijk kunnen zeggen, oké, dan zeg die tafeltjes passen hier makkelijk met z'n tweeën. Die stoelen passen hier ook makkelijk. En dan draai je je stoel. Dus dan kijk je niet per se naar buiten, want je kijkt naar de persoon waar je mee bent. Oh ja, ik dacht je bedoelde de bank hierheen. Ja, dat vond ik ook wel goed idee. Ja, ik heb ook nog nagedacht. Ik heb ook nog nagedacht, als dat dit open is, zo... Ja. Als een soort luid, dan kan dat een bar worden. Dat de keuken. Of andersom. Dat de keuken? Ja, of de bar. Ja. De keuken naar de, ho- nee, naar de andere. Bar. Maar ik wil ook het liefst de keuken daar, maar dat is niet te doen met klussen. Ja, en dan moet deze muur eruit zo. Maar dan kan, je moet de pilaren bouwen. Ja. Maar dit is, ben je helemaal into it ineens? Dit is geen draag meer hoor. Jawel. Nee. Kan niet, het is gasbeton. Ben je hier geweest om alles te bekijken of zo? Nee. Stiekem. Nee, maar het kan niet. Het kan geen draagmuur zijn. Want het is gewoon die blokken die we hier hadden. Dat zijn ook die blokken. Dat is geen draagmuur. Hij wist het zeker, zei je? Ja, dat is... Maar je zou toch niet echt de keuken willen weghalen en helemaal daar naartoe doen? Nee, ja, dat wil ik echt zeker doen. Dat is water, geweldig voor de frituur wel. Het moet water getrokken worden, alles. En elektra en zo. Dat kan toch niet? Nee, dat kost heel veel geld. Alles kan, hè, maar het kost geld. Goed, ik weet niet, die bank, daar moet ik dacht de bank hier dus. Ja, maar we moeten meten. Ja, misschien komt hij tegen de deur aan. Ja, wat een meetlint hier, ergens. Een meetlint of een rollemaat? Rollemaat. En dan zegt ineens, ik had een droom dat het omgegooid was. Toen zei ik, oké, laten we het omgooien. Oh, het knopje. Ja, ik hou van verandering. Hoi. Wie was dat? Vraagt mijn man. Die wil dat altijd weten. Oh ja, jongens, dit is toch super cute voor de rekening, hè? We zitten altijd te klooien met de rekening die dan helemaal omrolt, zeg maar. 3,50 Dat past hij net. Dat dacht ik dus, dat hij net past. Maar ja, ze zit wel echt tegen de deur aan. En zijn feestje. Filmen. Die zijn echt... Van het vlogleven. Best wel een drukke dag gehad vandaag. We hadden geen trek, toch? Ik heb een kater.
hoefde niks te eten. Nee. Maar toen ging ik even lekker koken voor ons. Maar kijk hoe leuk om te zien hoe het eruit ziet als er hier eten is. Als ze hier eten. Ik bedoel, wat hebben we normaal niet? Gezellig, zo knus. Nou, zo gezellig. We hebben gewoon de pesto. Zot. Want het is zondag. Maldonzout. Een salata met tomaten van mijn schoonmoeder.